Welkom bij Jan Houthuis. Jan de Hoop gaat op bezoek bij mensen die op een bijzondere plek wonen in onze provincie. En we brengen je op de hoogte van de actuele stand van zaken op de Gelderse huizenmarkt. Straks gaat Jan naar Havezate Lowaard. Een bijzondere plek aan de oever van de Nederrijn, waarvan de geschiedenis teruggaat tot maar liefst 1463. Maar nu eerst vervolgt Jan zijn rondleiding in Winssen. Deze paradijselijke woon- en werkplek is van kunstenaarsduo Huub en Adelheid Kortekaas. De Tempelhof is tegelijkertijd atelier, beeldentuin en woonhuis. Of, zoals ze dat zelf zeggen, een totaal kunstwerk van stralende en inspirerende eenvoud. Vorige week zagen we al hoe bijzonder het buiten is. Deze week mogen we ook binnenkijken. Ja, het is hier binnen al even bijzonder als buiten, hè? Ja, ja, dat is natuurlijk ook de bedoeling, hè? Ja, ja. Daar hebben we het. Wij houden allebei van schoonheid. Ja. En schoonheid met betekenis. Ja. Wij zeggen altijd: hoe lukt het je om alles weer betekenis te geven? Ja. Dan hoeft het niet die weggooimaatschappij. Als je iets één keer koopt met je hart. Ja. Dan hou je daarvan. En dan gaat dat je leven mee. Dan hoef je niet 5 jaar daarna weer iets anders. Nee, precies. Nee, nee. Precies. En jullie hebben bijna alles zelf ontworpen, hè? Eigenlijk alles. Alles zelfs. Alles. Ja, ja. En ik zie alles met bloemen. Wat zit daarachter? We hebben eigenlijk de bloem, de plant, als metafoor voor de mens genomen. Ja. Zoals Huub vertelde, het menselijk lichaam is de ondergrond van de tuinontwerp, is ons hele werk is eigenlijk geënt op de plant. Want jullie zijn kunstenaars. Ja. 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 Al zolang als we elkaar kennen. Ja, ja. En dat is wel even, begrijp ik. Toen we elkaar ontmoetten, was Adelheid 17 en ik was 30. Ja. Zij zat op de tuinbouwschool en ik had net een half jaar voordat ik haar ontmoette mijn baan als onderwijzer opgezegd. Ja, nu ben ik kunstenaar. En gezegd, vanaf nu ga ik mijn hart volgen, want ik leef maar één keer. Zo is dat. En de ontmoeting was juist een soort evolutionaire vlam. Vanaf het moment 1 waren wij eigenlijk 2 verwante zielen. Ach. Maar wel als hemel en aarde. In die zin, zij is totaal verschillend van mij. Zijn 2 grote ego's. Maar dat houdt ook een beetje spannend. Maar ja, dat mag je wel zeggen. Dat dondert af en toe en bliksemt. Ja, ja. Maar wat was nou het geheim? Het geheim was dat wij elkaar vonden in de droom om als jonge wereldburgers en jonge kunstenaars een universele beeldtaal te ontwikkelen van wat ons als mensen op deze aarde met elkaar verbindt. Toen ik Huub leerde kennen, was ik 17. En ik dacht dat ik een relatie had met een beeldend kunstenaar. Ja. Maar hij was veel meer filosoof. En was altijd aan het vertellen over hoe de wereld anders moet. En wat er allemaal speelde en hoe hij het zag. Maar eigenlijk maakte hij niet echt die beelden waar ik van dacht dat je daar de hele dag mee bezig was. Ja. En ik was veel meer de vorm en de idee. En dat heeft geleid tot dit allemaal. Want jullie hebben echt alles wat hier staat zelf ontworpen. De tafel. Die, wat betekenen die dingen die er allemaal in staan? Nou, dat vertel jij dat? Ja, dat zijn deze tafel, daar vind je 27 iconen. Alle hoeken, die zijn vanuit het hart. Ja. Het allereerste beeld wat wij samen maakten toen we elkaar ontmoet hadden. In 1965, moet je je voorstellen. 1965 was een heel groot hart. Dat staat in het centrum van Beuningen. Ja. Een 3 meter hoog hart. Als metafoor voor dat is onze inspiratiebron. Ja, ja. Dus op deze tafel, op de hoeken, vind je op 4 plaatsen dus een hart waar nieuw leven uitgroeit. Ja, ja. Maar zelfs de servetjes. Ja. 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 Zullen we die kant eens oplopen? Want ik zie, we hebben het over lange lijnen gehad. Maar als je die kant op kijkt, is het ook een mooie lange lijn, hè? Ja. Ja, we zijn verliefd op assen. Ja, ja, ja. Dat zie je aan het huis ook. Er hangt ook een mooi soort serene rust hier. Ook weer zo'n mooie ruimte. Ja, ja. Nou ja. Is een werkplek dit, hè, denk ik. Dit is de bibliotheek, ja.
hier zit ik meestal te werken. En in ons atelier, daar zit Huub vaak te lezen, wat te schrijven. Ook weer bloemen? Ja. Dat is wel leuk om even te vertellen. Huub van de potplant. Die zie je overal terug. Ja. De potplant. Okay. Daar is bloem weer. Dag bloem. Ja. Ja, de potplant is eigenlijk de metafoor geworden voor het leven zelf. In die zin. Toen wij elkaar ontmoetten, hadden we de droom om in grote vrijheid ons leven in te richten. Ja, dat is gelukt toch, geloof ik, hè? Ja, nou ja. Maar met de nodige vraagtekens toch. En de nodige belemmeringen. Want je komt alles tegen natuurlijk onderweg. Maar op een gegeven moment realiseerden we ons... Zo, we zijn getrouwd, we hebben 2 kinderen, we hebben een hypotheek. Kortom, net als ieder ander, zitten we in de bloempot. Ja. En daarbinnen, in die beperkte ruimte, mag je nog een beetje je vrijheid vieren. Wat is dit op de muur allemaal? De OC hebben bekende namen. Dit is ons grote project, de Unifying Field, de wereldakker. Ja. Jullie geven die bloemen, want ik heb begrepen, jullie zoeken contact met mijn collega Oprah. Ja? Ik kan even bellen. Als dat zou kunnen. Nou. Bij deze de uitnodiging. Als iemand contacten heeft, hè, kan leggen met Oprah. Nou, dit project moeten we even uitleggen. Dat is dan eigenlijk... Dan lopen we even daarheen. Ja, neem de leiding, Huub. Heel goed. Ook weer zo'n mooie ruimte. Kijk eens. Dit is een prachtruimte. Metaforisch zie je hier die prachtige gotische beweging van 2 mensen die eigenlijk 1 gedachte worden. Ja. Dat is hier verbeeld in het atelier. En buiten zit natuurlijk in de gevel een prachtig kiemplantje weer. Even terugspringend op dat project, de Unifying Spiritual Field of the World, dat saai project over de wereld, dat bestaat uit 3 akkers iedere keer. 3 akkers van 33 plantjes. En bij ieder, de 100ste van die 3 akkers, is iedere keer zo'n gouden plant. En die gouden planten, die schenken we aan heel bijzondere initiatieven. Die wil je aan Oprah geven. Of bijzondere mensen. Onder andere ligt er al 10 jaar 1 klaar in Amerika, in een loods, voor Oprah. En waarom reageert ze niet, denk je? Nou, die kom je niet bij. Er is geen mens, geen keizer, koning, admiraal die zo moeilijk te benaderen is als Oprah. Even een kaasje aan. Ja, dat doen we bijna altijd als we hier discussies hebben. Het licht is toch het meest belangrijke in het leven. Waar gaan jullie discussies over? Over het leven. Over het leven. Eigenlijk altijd over de mens. De mens staat eigenlijk centraal. We verbeelden hem dan door middel van de plant. Ja. Hè? Visualiseren, maar dat is eigenlijk wat centraal staat in al onze discussies. Leg eens in een paar zinnen uit wat jullie willen veranderen in de wereld. Nou, dat de mens weer centraal komt te staan. In de wereld staat op het ogenblik de economie centraal. De mens is eigenlijk op de achtergrond verdwenen. Alles waar we ons mee bezighouden is economie, milieu en ga maar door. Het is iets wat ons overweldigd heeft door de loop der jaren. Dat we niet meer kunnen stoppen. Meer, meer, meer. Terwijl wij zitten nu veel meer in het proces van minder, minder, minder. En het is nog leuk om. Het heeft te maken wie jij zou willen zijn. Het is bewustwording. Precies. Daar draait het om. En met dit mooie inzicht neemt Jan afscheid van Huub en Adelheid. Voordat we naar Lowaard gaan, praten onze experts ons bij over stikstof en de hoge bouwkosten. De stikstofproblematiek die hebben we natuurlijk zeker. Als we even voor deze regio kijken, dan heb je natuurlijk Apeldoorn, krijg je wel gewoon de Veluwe, Natura 2000 gebied. De Uiterwaarden is ook een Natura 2000 gebied, dus je hebt er wel meerdere liggen die van toepassing zijn.
toch zeggen wij, in deze regio hoor ik niet zo heel veel projecten die echt op de lange baan gaan door deze problematiek. Zo eerlijk, dat is mijn ervaring tot op heden. Maar het is natuurlijk wel iets wat gewoon, het is de optelsom ook daar weer in. Hè. Is dit, je ziet dat maar ook aannemers, de aannemersommen lopen hard op. Dus dat betekent dat het een constant gevecht is. Voor welke prijs kun je nou woning op de markt zetten? En dan wil een ontwikkelaar of een aannemer het echt wel proberen in een betaalbaar segment. Maar dat betaalbare segment is voor een eenverdiener geen betaalbaar segment. De materialen zijn heel erg duur geworden. Er kon slecht geleverd worden. Bouwen is vertraagd. Daar hebben we allemaal mee te maken gehad. Er willen zoveel mensen op dit moment in het buitengebied wonen. En dat moet je natuurlijk niet verstoppen en je moet er geen wijken van maken. Maar als je in plaats van één woning zegt, nou, we maken daar een rug-aan-rug woning van, waardoor er twee woningen kunnen komen, waardoor we daar in plaats van één grote vrijstaande een 200-kap woning rug-aan-rug kunnen maken. Ja, dan maak je al twee woningen, bouw je er alweer twee voor een bepaalde doelgroep. Als er nu gebouwd gaat worden, de aannemers beginnen al te roepen, als je een koopakte tekent voor een nieuwbouwhuis, oh, de kans bestaat tegen die tijd dat wij het opleveren dat je 10% of 20% hoger uit gaat komen als dat we nu aan jou verkopen. Nou, dan koop je een nieuwbouwhuis voor 4,5 ton. En dan, als je pech hebt, moet je nog 45 of 90.000 euro bijleggen. Mensen durven die stappen niet te nemen. Er zit zoveel geld in de markt op dit moment om een boer die 800 meter schuren heeft of 1000 meter aan schuren, die zegt, ik heb geen opvolging, ik wil wel een keer wat. Zodra ze bij de gemeente komen, dan kunnen ze in de rood voor rood regeling soms één woningje terugkrijgen. Ja, en dat is te weinig. Je maakt het niet aantrekkelijk genoeg. En ik denk dat als je gemeente zegt, nou, het moet natuurlijk landschappelijk inpasbaar zijn en je moet er een mooi plannetje van maken. Maar dan ligt een heel gedeelte van die oplossing ligt bij de markt. En daar zit denk ik op dit moment ook gewoon echt wel een gedeelte van die oplossing. Niet voor actieve veehouderijen, want dat is moeilijker om daar oplossingen voor te bedenken. Maar voor juist van hoe kunnen we nou zorgen dat de mensen die willen stoppen, dat ook een beetje gunstig kunnen doen. Dat je ze ook de mogelijkheid geeft om één op het eigen erf te blijven wonen, want dat willen ze vaak. En daarbij gewoon wat waardeontwikkeling geeft, waardoor het nuttig is en het rendabel is om te kunnen stoppen. Goedemorgen. Zo. Dames eerst, hè. Jan, hallo. Welkom te de Waardse. Oh, daar is de hond. Hey. Onze wens. Hoe heet die? Bessel, kom eens. Ja. Yeah. Aan de oever van de Nederrijn ligt havezate Lowaard. De voorkant lijkt op een kasteel, de achterkant op een boerderij. Johannes van Loo gaf in 1463 opdracht tot de bouw. In de loop der eeuwen kreeg het kasteel meer de aanblik van een boerderij. En sinds 2002 is het eigendom van Teet en Evelien van Aalst, die er, na een langdurige verbouwing, nu ook zelf wonen. Die verbouwing ging niet zonder tegenslag. In 2005 brandde een deel van de boerderij af. Hier eens even kijken. De binnentuin. Oh, dat is natuurlijk het voordeel als er geen dak op zit. Ja, dat was vroeger de stal. Oh, wat mooi. Ja. En wanneer is dit afgebrand? In 2005. En toen dachten jullie, we doen geen dak meer, we doen een binnentuin. Ja. Toen hadden we er wel voldoende van. We dachten, ruimte voldoende. En we dachten, ja, dan kun je ook nog eens beschut zetten, omdat hier veel wind zit. Ja. Gaat uw gang, mevrouw, meneer. Dankjewel. Ja. Dit is wel een mooie plek. Hier kun je het goed zien als je hier staat. Ja. Kijk, hier kun je ook eigenlijk zien dat het twee huizen zijn. Zie je dan? Hier heb je de eerste en daar zie je de schoorsteen van het tweede huis. En dat heeft Johannes van Loo dus in 1463 al gebouwd. Wie is Johannes van Loo? Wie was Johannes van Loo? Johannes van Loo was drost van de Liemers. Ja. En die meneer die heeft dus dit pandje neergezet. Ja. Johannes van Loo die zetelde in Zevenaar. Ja. En daar had hij zijn eigen kasteel. En toen heeft hij dit gebouwd. Maar je moet je voorstellen, er zat eigenlijk nog een verdieping onder. Want veel later is pas deze terp neergelegd. Ja? Dus één verdieping zit eigenlijk nog helemaal in de grond. Dus toen stond er drie verdiepingen. En dan moet je je voorstellen, dat was natuurlijk gigantisch groot hier. Ja. En hij heeft dat extra hier gebouwd. Omdat hij natuurlijk een ridder was, had hij recht van duivenhouden. Dat kun je hier zien. Ja. Maar ook tol heffen en recht spreken. Laten we er eens even naartoe lopen. Ja.
Dit is een bijzonder stukje, begrijp ik, hè? Deze kant, ja, de oostkant. Hè. Natuurlijk het Allianz-wapen, hè, wat je daar ziet. Ja, ja. Dat wapen is vernield, hè? Is vernield, ja. Toen we het kochten was het dus nog helemaal intact. Ja. En de eerste jaren woonden we hier natuurlijk niet, want het was een bouwval. Ja. En ik kwam op een ochtend en toen lag het in duizend stukken op de grond. Ja, dus dat was heel triest. We hebben de stukken nog wel, maar we hebben het helemaal opnieuw laten maken. En dat is wel heel bijzonder. We hebben er een mooie koperen koker achter laten doen met een bericht van onze kinderen voor de toekomst. Voor later. Voor later. Ja. Want hoe zijn jullie hier eigenlijk terechtgekomen? Ja, dit was natuurlijk een droom om in zo'n kasteel te mogen wonen, kunnen gaan wonen. En het kwam op ons pad en we zijn het avontuur aangegaan. Ja, ik had altijd al gezegd als kleine jongen, mijn opa, de vader van mijn moeder, die had een bouwbedrijf. Ja. En daar was ik als klein jongetje altijd mee op de Maaghorst in Duiven, dat is ook een haven zaten. En dat vond ik altijd geweldig mooi. Toen zei ik tegen mijn opa, dat kan ik nog goed herinneren. Opa, ik wil later ook in zo'n kasteeltje wonen. Toen zei hij, ach jongske, als je nou goed leert, hard werkt en veel geluk hebt, dan lukt het misschien nog wel. Toen we dit konden kopen, toen dacht ik, god, dat had mijn opa nog eens moeten zien. Nou, en dan zie je deze kant met de mooie bogen. Met ieder uiteinde van de boog zit een mens-dier afbeelding. Oh ja, ja. En het laatste dingetje hebben wij eraan laten maken. Dat is een runeteken. Want dat was dus weg. Een runeteken voor geluk, voor gezelligheid, gezondheid. Dus die hebben wij eraan laten maken, ja. Ja, iedere muur van dit gebouw heeft eigenlijk een verhaal, hè? Ja. Deze muur heeft wel, denk ik, de grootste historie. Het huis is eigenlijk drie keer belegerd. En van alle belegeringen zitten er ook nog gaten. Ja. Dat kun je zien. Die hele kleine kogelgaten, die zijn van de 80-jarige oorlog. Ja. En de tweede keer dat het belegerd werd, toen kwamen de Fransen hier naartoe. Ja. Lodewijk, de broer van Napoleon, die is toen hier. Ook hier? Ja, die is over de Rijn getrokken. Maar daar zitten dus ook gaten van. En de derde keer zaten de Duitsers hier ingekwartierd. Ook nog. En toen zaten de Engelsen en de Canadezen aan de overkant. En daar zijn de grotere gaten van. Ja. En daar, toen wij het kochten, zaten daar zelfs nog vrij grote gaten van. Je mag blij zijn dat het nog staat eigenlijk. Nou, eigenlijk wel. Dat grote glas, dat is ook dubbelglas, dus dat is niet oud van oorsprong. Dat was een secreet. Dat is een oud toilet. Het was natuurlijk de tweede verdieping. Ja. En er was geen elektriciteit of niks. En ook geen riolering. Dus het deurtje hebben wij door de brand weer teruggevonden. Die zat erachter en dan ging het deurtje open. En dan hup, het komt naar buiten en dan ploems. Nou, kijk. Hier komen we in een stukje geschiedenis dat eigenlijk in Oud-Zevenaar ligt. Ja. Het is niet van 1463, deze bar. Nee. Deze bar hebben wij erin gebouwd. Ja. En dit is mijn gedeelte van het huis. Kijk, hier kom ik vandaan. Dit is de kerk uit Oud-Zevenaar met de kroeg van ons thuis. Ah, ja. En wij hebben hier de hele kroeg weer nagebouwd. Ja. Wij vonden dit zo mooi om dat terug te hebben. Het oude biljart van bij ons thuis. En de bierpomp. Die schilderijen hebben wij allemaal van mensen hier gekregen. Ja. Dan sterven vaak de oudere mensen uit. Ze willen dat zelf niet meer hangen. En dan komen ze dat vaak naar ons brengen. En toen zeiden we, dat is leuk om op te hangen. Het is een beetje de Wall of Fame van Huize Lowaard. Van Havezate Lowaard. Hoe is het eigenlijk om hier te wonen? Ja, heel fijn. Ja. Heel fijn. Heel veel ruimte, heel veel rust. Maar ook heel veel gezelligheid. We wonen wel in de uiterwaarden, maar het dorp is gewoon een heel fijn dorp. Dus, wij voelen ons hier echt op een plekje. Vanaf dag één passen we hier. Dan lopen we even deze kant op. Ja, naar de huiskamer. En hier zie je dat je dus de havenzaten ingaat, hè? Dat die wat hoger ligt. Dit is de woonkamer. Dit is de woonkamer, En nu zijn we in het oude stuk. Dit is de havenzaten. 1463 staan we nu. Exact. Ja, zeker. Wat wel grappig is, is eigenlijk de kachel. Ja. Want die hebben we exact na laten maken. Dat is ook uit één stuk gesmeden. Want dit huis was het eerste huis wat verwarmd werd in de Liemers met een kachel. En daar hebben we oude stukken van gevonden. En aan de hand daarvan, van die tekeningen, is die weer nagesmeed. Maar we hebben hier ook nog spullen liggen van het oude Allianz-wapen. Oh ja, wat ik vertelde buiten. Weet je wel, die stukken die daaronder liggen. We nu
Daar beneden hebben we dat wat kapot gemaakt was. Ja. Daar zijn, ja. Dat zijn de stukken, ja, daarvan. Ja. Ja. Ja, en daarnaast ook nog de kogel die je ziet. Er liggen twee kogels. Ja. En, oh, van die gaten in de muur bij. Ja, en deze komen dus van de 80-jarige oorlog zijn die hier. Ja. En die zijn gevonden. Echte kogels? Ja, ja, ja. Die hebben ook in een museum gelegen. Maar die zijn teruggekomen. En wij hebben die van die persoon weer teruggekregen hier naartoe. Ja. Bovenop die stukken van het Allianz-wapen ligt ook nog papier, een stukje, ja, krant. Ja. De beroemde krant van, uit de tijd van Napoleon. Oh, is dat echt? Ja, ja, dat, ja, is tegenwoordig isolatiemateriaal. Ik bedoel, pur, maar in die tijd hadden ze dat niet. Maar waar komt dat vandaan? Uit de muren? Dus uit, ja, het kozijn. Dus langs het kozijn zat een stukje krant. Dus toen peuterde ik dat eruit. Ja. En toen bleek het dus een krant te zijn uit de tijd van Napoleon. Stond een datum op? Ja. Ja. En wat, ja, was de datum? Wat was de datum? Weet je nog precies? 1812, ja, maar lang geleden. Ja, uit die, ja, tijd van Napoleon. Uit de tijd van Napoleon, ja, natuurlijk. Ja, ja, zeker. Ja. En met gevaar voor eigen leven neemt Jan afscheid van Teet en Evelien. Ik heb een beetje hoogtevrees, dus dit gaat wat worden. Goed voor de calorieën ook. Hier moet ik dus doorheen, begrijp ik. Oh, 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 oh. Nou, de vlag kan in top, want Jan Houthuis zit er, oh jee, zit er bijna op. Als ik dit overleef tenminste. Daar gaat hij. Volgende week is alweer de laatste aflevering van dit seizoen van Jan Houthuis. In aflevering 8 gaat Jan terug naar school in Apeldoorn. We hebben echt geprobeerd de inrichting van ons huis, ja, de school weer een beetje terug te brengen naar schoolse elementen. Ja. En gaat Jan naar Winterswijk, waar een geheimpje schuilhoudt achter dit rijtjeshuis. Tot dan!